De zaden die ontkiemd zijn en plusminus 2 tot 4 cm blad boven de grond gevormd hebben, gaan over naar de kweekbedden. Eerst volgt echter een controle op dubbele uitlopers en eventuele groeifouten. De kweektuin is meestal een stuk oude aanplant waarvan de palmen zijn omgehakt of vergiftigd en ligt centraal ten opzichte van het te verjongen areaal. Op een afstand van 70 bij 70 cm worden de uitgelopen zaden in de tevoren aangebrachte plantgaten uitgeplant. Zeker 2 weken lang moet ieder plantje 2 maal per dag begoten worden om ze te doen aanslaan. Organische bemesting vindt plaats door bij ieder palmpje een uitgedorste oliepalmtros neer te leggen. Het plantje ligt erachter beschut tegen zon en wind. De stammen van de met natriumarseniet vergiftigde oude palmen staan hier en daar nog overeind. Als de kwekelingen ruim 6 maanden oud zijn, komen ze in aanmerking voor plantmateriaal. Ze worden uitgegraven met een flinke kluit die verpakt wordt in een stuk jute zak. Het blad wordt ingesnoeid en opgebonden. Om de wortels met kluit tegen indrogen te behoeden, wordt de geheel in jute verpakte plantvoet nat gemaakt. De volgende ochtend wordt het plantmateriaal naar de plaats van bestemming gereden. Tussen en onder de oude palmen, die voor verjonging in aanmerking komen, worden de jonge boompjes geplant. Het plantverband is meestal 9 bij 9 meter driehoek. De plantgaten, van 60 bij 60 bij 40 centimeter ongeveer, zijn een maand tevoren gegraven. De humeuze zwarte grond die apart is gehouden, komt bij het planten weer in het gat terug. Om de jonge aanplant het zo nodige zonlicht te verschaffen, wordt hier direct het eerste jaar 1/3 van de oude palmen omgehakt. Bij de uitdunning wordt niet meer met natriumarseniet gewerkt, aangezien de dode, rechtopstaande stammen de snuitkever aantrekt en ook Ganoderma-aantasting in de hand werkt. De gekapte oude aanplant is geheel door groenbemesters overgroeid en nu voor de snuitkever onvindbaar geworden. Op 5-jarige leeftijd komt de jonge oliepalm in productie. 1 van de vele rendahans of valleien die vanaf de Japanse bezetting niet meer in onderhoud geweest zijn en nu bij de aanplantverjonging wordt gerehabiliteerd. Een Eldorado voor slangen, leguanen, tijgers en ander ongedierte vormt een dergelijke vervuilde aanplant. En nu maar hopen dat de kappers over 5 jaar genegen zijn de kleine trosjes tegen deze steile hellingen op te dragen. De nieuwe aanplant staat erin en de groenbemester is uitgezaaid. Om de aanplantcontrole te vergemakkelijken, werden om de 500 meter dwars door de aanplant wegen aangelegd.
gewapend met ladder, bijl en jute zakken om de oogst uit te dragen, verlaat de kapper 's morgens voor 6 uur de pondok. De mandoer wijst iedere oogstarbeider zijn kapareaal. In deze aanplant ligt de borong, taak, per oogstarbeider op 50 trossen, hetgeen neerkomt op 600 kilo oogst. Onrijpe trossen worden uiteraard niet geaccepteerd. Wanneer een tros rijpt, worden de losse vruchten, brondelans, uitgestoten. Liggen er 2 of meer van op de grond onder de palm, dan pas mag de kapper de tros gaan kappen. Het laatste blad, die namelijk waarachter de tros zit, wordt niet weggekapt. 2 maal per jaar wordt iedere palm tot op deze hoogte opgesnoeid, dit om de kapper zijn taak te vergemakkelijken. Vooral om de losse vruchten gaat het, aangezien juist deze het hoogste percentage olie bevatten. Wegens een hoog olieabsorptievermogen moet de trosdeel zo diep mogelijk worden weggekapt. Op geaccidenteerd terrein is geen railbaantransport mogelijk. Hier moeten dus de wieltractoren met aanhangwagens de taak van locomotief plus lorries overnemen. Uiteindelijk moet de oogst toch in de lorries terechtkomen. Dit gebeurt op speciaal hiervoor geconstrueerde overlaadplaatsen. Iedere middag omstreeks 5 uur wordt de oogst uit de aanplant naar de fabriek getrokken. Van de trossen in de lorries verhoogt het percentage vetzuur en dus wordt de oogst direct na aankomst in de fabriek verwerkt. De dagprestatie der oogstarbeiders wordt uitgerekend aan de hand van het gemiddeld trosgewicht en daarom gaan de weeglijsten met de netto gewichten der lorries de volgende ochtend direct weer naar de aanplant toe. Allereerst wordt de oogst gesteriliseerd, ten eerste om de vetzuurvorming te stoppen, ten tweede om het dorsen te vergemakkelijken en ten derde om de kernen los te maken van de schaal in de noot. Na het steriliseren worden de trossen op een bordes gestort dat boven de dorstrommel is aangebracht en 1 duwtje met de pikhaak doet de rest. De brondelans of losse vruchten worden hier uit de tros geslagen. Lukt dit niet, dan kan een sterilisatiefout de oorzaak zijn, maar meestal komt het toch omdat de tros onrijp gekapt is. De sampa of uitgedorste trossen gaan terug naar de aanplant
waar ze als organische bemesting tussen de palmen wordt uitgestrooid. Een kijkje in de oven onder de ketel die de stoom levert voor de sterilisatie. Als brandstof wordt hier de uitgeperste pulp en de schalen der gekraakte noten gebruikt. Nadat de trossen uitgedorst zijn, worden de losse vruchten naar de roerketel getransporteerd, waar ze onder hoge temperatuur tot moes geroerd wordt. Direct onder de roerketels staan de persen. Hier laten we de olierijke brei inlopen. Een pers bestaat uit geperforeerde wand en de bodem is een plunje die met 300 atmosfeerkracht omhoog gedrukt kan worden, waarbij de olie door de geperforeerde wand wegloopt. De metalen platen worden aangebracht om het perseffect te vergroten. Bij iedere persing wordt de druk automatisch geregistreerd. De perskoek bevat, behalve de uitgeperste pulp, ook nog de noten met de olierijke kernen. Met behulp van een cycloon worden deze nu van elkaar gescheiden. Om de kernen vrij te maken, moeten de noten gekraakt worden, hetgeen gebeurt in een centrifugaalkraker. Met een enorme kracht worden de noten tegen een metalen wand geslingerd en spatten uiteen. Schalen en kernen komen nu in een kleibad, waarvan het soortelijk gewicht juist ligt tussen dat der schalen en kernen in, met het gevolg dat de schalen op de bodem van het bad zakken en de kernen gaan drijven en afgeschept kunnen worden. Na gedroogd te zijn worden de kernen opgezakt en getransporteerd naar het buitenland. In de tropen uitpersen heeft geen zin, aangezien de perskoek uitsluitend in gematigde gebieden als veevoeder gebruikt wordt. Regelmatig wordt de palmolie, die dus afkomstig is uit het vruchtvlees, per tankwagen afgevoerd naar de havenplaats Blaan, waar ze tijdelijk wordt opgeslagen in grote verwarmde opslagtanks, dit om het stollen van de olie te voorkomen, om dan verder per schip getransporteerd te worden naar Nederland of elders.